Wat het wel gelijk een soort meerwaarde geeft in deze studio. Oh, ja. Dus als een band hier komt, die ziet bijvoorbeeld een bepaalde versterker uit 1950, dan denk je, jee, wat gek, die sound wil ik opstellen, verschillende sounds maken. Dat is wel een beetje het extra wat deze studio geeft. En want zoals we nu weten, tegenwoordig kan alles gewoon in een klein laptopje en kan je met GarageBand zelf alles maken. Ik zag van de week ook een filmpje bij Wired van de producer van Kendrick Lamar, die hip-hop artiest. En die gast die doet alles in zijn telefoon in GarageBand. Maar echt alles. Dus hij speelt daar ook zijn bas op in en een mix. En hij zingt daar met een plopkapje, zit hij zo in te zingen. En toen ik hier kwam werken, was in 1993. Toen begon ik met Sonic Solutions. Dat was een stereo editing systeem. Nou, dat kostte 150.000 gulden. En had je, een schijf van 1 gigabyte voor 2000 gulden. Dat zit nu allemaal inderdaad op ons telefoontje en zo. Dus er is gewoon heel veel veranderd. Maar wat nog steeds blijft is een goede akoestiek. Dat vind je niet in de slaapkamer terug. Toch goede apparatuur om het goed te registreren. En mensen met kennis om het te bedienen. En dat is denk ik toch wel de grootste toevoeging die wij kunnen leveren. En uiteindelijk de artiest en zijn instrument. Want hoe vaak komen er niet mensen binnen die zeggen, ja, maar ik klink zoals John Mayer. En dan is ja toch het afgezaagde antwoord van ons, ja, dan moet je John Mayer zijn. En zo. Met eigenlijk willen we zeggen van, als je zo'n stem hebt of zo'n klank weet te maken uit je gitaar, dan is het niet meer zo moeilijk om daar een microfoon bij te zetten en dat te registreren. Maar als iemand niet goed kan zingen, dan kan je tunen wat je wil. En we hebben natuurlijk alle tools en zo die ervoor zijn, maar je maakt er nooit een John Mayer van of zoiets. En dat wordt heel vaak wel vergeten of in ieder geval onderschat. Er wordt wel heel veel getuned en heel veel bewerkt en heel veel dingen achteraf gedaan. Om één ding aan te geven, jullie weten ook, de Beatles, die hadden bijvoorbeeld 8 sporen tot hun beschikking. Zodra die 8 sporen vol waren, gingen ze naar een volgende tape recorder, werd op de volgende 2 sporen werden die 8 sporen samengevoegd en hadden ze weer 6 sporen tot hun beschikking om verder te gaan overdubben. Nou, die stap van die 8 sporen naar die 2 sporen toe betekende dat allemaal perfect moest zijn, moest goed zijn, want als het samengeschreven was, kon daar niks meer aan veranderd worden. Nou, nu we nu met het Pro Tools systeem hier zitten en in 200 sporen hebben lopen, het komt geregeld voor dat hier iemand binnenkomt en dan staan er gewoon 60 gitaarsporen staan er nog klaar en zo van zoek het maar uit. Dus op een gegeven moment hebben we zelfs een regel moeten maken dat als jij boven 128 sporen aanlevert, dan komt er een meerprijs van €400 bij, omdat er gewoon soms dan een dag extra werk in zit om al die sporen uit te zoeken. Dus dat uitstelgedrag dat komt overal voor en dan heb ik het nu nog, hè, opnameproces, dan krijg je het mixproces. Uiteindelijk tot het masteringproces waar ik mee bezig ben. Maar daar stelt men ook allemaal dingen uit. Dus dan krijg je niet meer stereo mastering. Maar je komt dan dingen over stemmastering noemen ze dat. Dus hebben ze een mix in alle kleine stukjes gedaan. Stem los. Of vocals los. Drums los. En de bas los. En zit ik eigenlijk nog te mixen in plaats van te masteren. Tot en met het laatste stukje. Voordat hij naar de fabriek toe moet. En ik heb wel eens gehad dat ik nog 's nachts om 3 uur zat met Marco Borsato. En dat echt 's ochtends om 7 uur die master moest zijn. Want dan hadden ze gepland dat er 50.000 cd's geperst moesten worden. Heel kort. Mastering. Voor degenen die het niet kennen. Iets is opgenomen. Een mix. Men houdt daar rekening met verhoudingen. En eigenlijk plaatsing. Ik ben veel meer bezig met de totale klank. En hoe iets overkomt. De impact eigenlijk die het gaat geven. Ik vergelijk heel vaak met het slijpen van een diamant. De ruwe mix is ook een ruwe diamant. Ik ga hem slijpen. Ik kan er iets presenteerbaars van maken. Maar als ik hem kapot master, kapot slijp, is hij ook niets meer waard. Dus dat vind ik eigenlijk het leukste. Als je iets aangeleverd krijgt van iemand die echt een ruwe diamant aanlevert. Dat ik hem zo mooi kan maken dat daarna die engineer zegt. Of die artiest zegt dan echt van, jee, want dit is echt, nou is het echt af. Nou is het het verschil tussen een mix of een cd die klaar is. Wat we heel erg de laatste tijd hebben gekregen, en daar hebben jullie heel veel over meegekregen, dat is de loudness war. Van het harder maken. Dat is eigenlijk pas ontstaan sinds we digitaal zijn gaan werken. Want bij vinyl hebben we gewoon fysieke beperkingen. Op een gegeven moment zit je gewoon op een dak en als je verder gaat, dan gaat de naald door de plaat heen, of in ieder geval de snijbijtel gaat er doorheen. Dus dan daar was men altijd wel goed voor aan het waken. Hier hebben we gewoon een digitaal nul. En als op een gegeven moment men het harder wil hebben, gaan we andere trucjes bedenken. Dus hebben we eigenlijk alles tussen de pieken, tussen de nullen, weten op te krikken. Nou, een dingetje wat ik heel vaak laat horen is een nummer van Michael Jackson.
Waarom? Er zijn verschillende versies van Billie Jean te vinden. Je hebt de allereerste versie zoals die oorspronkelijk is bedoeld geweest in de jaren 80. Op een gegeven moment is die geremasterd in de jaren 90 voor een heruitgave. Daarna kreeg je de Special Edition. En je kreeg dan nog een keer de 25th Anniversary Edition. En om het voor het publiek makkelijk te maken, en dat is bijvoorbeeld ook heel goed te horen bij die remasters van de Beatles, is uiteindelijk, je kan met klank bezig gaan, maar als je in ieder geval zorgt dat die 2 of 3 dB harder is dan de vorige versie en je gaat AB'en, dan is voor de meeste mensen te horen van, oh ja, dit is beter, want beter is harder. Maar in ieder geval, er zit een verschil in. Dus dan klopt de remastering package, klopt dan weer om het daarmee mee te kunnen verkopen. Het is wel heel interessant, want over 25 jaar heen hebben we niet alleen te maken gehad dat we in de level heel erg op zijn gegaan en de dynamiek is veranderd, ook onze smaak is heel erg veranderd. Of in ieder geval de tendens in de industrie. In 2000 had je heel erg die hip-hop movement, heel veel laag erin en zo allemaal. Dat zul je straks in die mastering al horen. Er zit heel veel laag en haast een soort R&B-achtige versie. Ja, dus er zijn andere manieren. Die dynamic range is weer precies hetzelfde, zie je dat? Ja. Maar de track 1 is weer helemaal anders inderdaad, ja. 3,9, dat is wel een interessanter stuk inderdaad. Want in dit is die standaard R128. Ja, die luxe inderdaad. Ja. Want eigenlijk wil je peak to loudness ratio hebben inderdaad. Dus de peak en de loudness is eigenlijk RMS waarde. Die verhouding daartussen, want die wordt eigenlijk steeds kleiner. Want die peak blijft de hele tijd op nul. Op dit moment is echt niet normaal meer hoeveel verschillende afzetkanalen en eigenlijk distributiekanalen waar ik rekening mee moet houden. Als je nou al nagaat dat we bijvoorbeeld, CD is nog steeds een hele belangrijke, want dat echt 60% van de verkoop is nog steeds CD. Dus voor de platenmaatschappij nog steeds. Ja, als je kijkt naar je eigen gedrag denk je van dat zal wel niet kloppen, maar het is nog steeds 60% is nog steeds CD verkoop. Dan hebben we natuurlijk een stukje streaming, maar streaming is op te delen in, ik moet iets aanleveren van Spotify. Ik moet iets aanleveren voor iTunes. Ik moet iets aanleveren voor Mastered voor iTunes. Want die hebben weer een ander formaat. Bijvoorbeeld HD-tracks. Als je in hoge resolutie iets moet aanleveren. Tidal, Cobus, inderdaad. En sommige gaan allemaal in één grote groep naar een aggregator toe. En die verspreidt het. En bij anderen is het alles weer, zeker de platenmaatschappij, hebben weer losse dingen om aan te leveren. En iedereen heeft zijn eigen luidheidsnorm weer. Want YouTube heeft ook al ondertussen een luidheidsnorm. Die werkt ook met die LUFS. Maar die zit dan weer op, volgens mij, min 12. En Spotify zit dan weer op min 16. Dus als je het optimaal mogelijk wil doen, geven ze allemaal de juiste luidheidsnorm. TV zit op min 23. Dus dat is enorm dynamisch. Als ik daar deze mix zou aanleveren, zo'n laatste mix van Michael Jackson, moet hij gewoon 10 dB zachtiger zetten. Omdat hij gewoon veel te hard en te compact is gewoon. Dus daar word je afgestraft als je daar te hard aanlevert. Dus dan moet je weer ook een andere versie van maken. En een van de belangrijkste dingen is geworden weer vinyl. En niet zo omdat dat zo'n zwaar verkoop is geworden, maar het is wel een soort hype, ja, op dit moment. En het niet verpest, maar het verzorgt wel dat onze hele planning anders loopt. Want vinyl heeft een veel langere aanlevertijd. Je moet 12 tot 14 weken van tevoren moet ik daar al master voor aanleveren. Om ervoor te zorgen dat dan die persing gedaan kan worden. Omdat ze het A, heel erg druk hebben. B, zodra ze gaan persen, tussen het snijden van die lakker. En dat heb ik het liefste altijd op metal. Je hebt direct to metal of je kan echt naar een lakker toe gaan. En die lakker is nog heel lang wel houdbaar. Maar die metal wil je eigenlijk binnen 24 uur... wil je daar al de eerste matrijzen van gemaakt hebben. Dus wat doen ze? Wat ik meestal doe, ik doe heel graag met Record Industry. Die kennen jullie ook wel, zit in Haarlem. Daar zit een hele goede snijder, Rinus Honing. Maak een afspraak, ga ik met mijn master naartoe. En dan nemen we eigenlijk helemaal door hoe die gesneden moet worden. Waar de problemen liggen. Soms maak je zelfs nog een andere volgorde. Want dan zit een nummer met heel veel laag nog net aan het einde van kant A. Nou, dan is dat moeilijk te snijden. Zeg, nou, dan laten we dan een nummer omgooien. Moet weer met de artiest kort gesloten worden. Want dan krijg je weer een nieuw hoes en dat soort dingen allemaal. Nou, als dat helemaal rond is, nou, zo gaan we hem snijden. Maar dan wordt dat eigenlijk in de kast geschoven. En dan pas als ze gaan persen, als dat ingepland wordt, dan gaan ze pas die echte snijding doen. Dan gaan ze persen en dan krijg ik nog proefpersing terug. Dan ga ik hem vergelijken met wat ik had. En dan zeg ik, ja, dit is goed zo.
Dan kunnen ze pas gaan persen. Dus ze heeft veel meer tijd. Terwijl als je iets als The Voice van of Holland hebt en daar is s'avonds een artiest die moet winnen, die staat een uur later op iTunes. Die kun je gewoon aanleveren. Dan zeggen ze, die staat al klaar, maar die hoeven ze alleen maar te activeren, de platenmaatschappij. En dan is die klaar. Dus dat is zo'n wereld van verschil tussen die twee. Je gaat natuurlijk naar de recordindustrie met een analoge tape, hè? Toch? Nee. Nou, maar hij snijdt hele goede dingen. En, ja. En het aparte is dat er zit toch. Kijk, we weten alle imperfecties die vinyl heeft. En ja. Zeker ook over de hele. Ik bedoel, in het midden van de plaat klinkt dit weer anders dan aan het einde en ja. Het begin. Dus er zijn allemaal problemen. En er zitten allerlei harmonische in. En dan krijg ik hem terug en dan moeten ook dingen gecompenseerd worden. En dan ga ik AB'en en elke keer pik ik de vinyl uit als het mooiste. Dus dan luister ik hem af en zeg ik: oh, deze vind ik mooi klinken. Ja, vinyl. Nou, elke keer weer AB. Ja, het is cool. Een van de manieren zit er dus toch een harmonische in die ja, lekker voor het menselijk gehoor is waarschijnlijk dan toch. Maar goed, we hebben het vanmiddag al wat ook met de dealers erover. Het verschil zit hem niet altijd namelijk in die ene master die of in het snijden. Het is ook de master die ik aanlever. Want de master die ik gebruik voor dit soort dingen, voor dat luide signaal wat je net hoort, wat in feite door die limiting allemaal blokgolven bovenin geeft, dat is niet te snijden. Daar gaat die snijbuidel kapot op. Dus hij wil juist iets heel dynamisch hebben. Dus wat doe ik? Ik maak eigenlijk een versie apart voor het snijden van de vinyl. En dan ben ik helemaal af van dat hele loudness voor. Dus ik kan er eentje leveren die bijvoorbeeld 10 dB zachter is. Dan die hele harde versie. Ik kan ook in hogere resolutie gaan, dus ik hoef niet te ditteren. Ik kan in feite eigenlijk een master afleveren die goed klinkt. Ja, maar is dat het dan niet? Nou, dat zou dat zou heel eind kunnen zijn, inderdaad. Ja. Maar ik zou je even een stukje laten horen van Blauwtoon, die we onlangs hebben gedaan. Die is dus ook zo gemaakt voor vinyl. En de versie die binnenkomt, zeg maar de mix, is Pure Palette. Even kijken of dit zo aanstaat nu, op dit manier. Even schrikken, maar dit is diezelfde mix.